Dank voor de uitnodiging om hier vanavond het Nijmeegse onderzoek over Wassenaar te presenteren. Ik denk dat, zoals u misschien weet, we hebben met een deels vast, deels wisselend team onderzoekers hebben we in de afgelopen jaren voor een heel aantal gemeenten onderzoek gedaan. En dat betekent ook dat ik elke keer met een soort, op verschillende manieren, een dubbel gevoel hier presenteer. Aan de ene kant, als wetenschapper, vraag ik me altijd af, wat zijn de grotere patronen? Hoe past deze gemeente in het beeld wat wij geleidelijk door ons eigen onderzoek en het onderzoek van anderen voor heel Nederland krijgen? En tegelijk word je door het onderzoek en door het rapport ook elke keer weer op de bijzonderheden van elke gemeente gewezen, of eigenlijk met je neus op die feiten dat elke gemeente ook weer een eigen verhaal heeft gedrukt. Er is nog een tweede soort dubbelheid. Aan de ene kant, als onderzoeker is er ook een zekere vorm van tevredenheid en opluchting dat het onderzoek afgerond is, dat we voor zover mogelijk, en dat zal ik dadelijk toelichten, waar de mogelijkheden en de beperkingen zitten, dat we het onderzoek afgerond hebben en in een rapport kunnen presenteren. De andere kant is natuurlijk altijd, het gaat steeds, ook als je archiefonderzoek doet, het gaat om een heel tragisch, een wat we noemen zwarte bladzijde in de geschiedenis. Geschiedenis van Nederland, maar ook in de geschiedenis van elke gemeente die we onderzoeken. Dus op die manier zal ik proberen vanavond een deel van het verhaal te vertellen. Mijn collega's Xia van Beuningen en Charlotte Dommerholt, die het grootste deel van het onderzoek, of eigenlijk al het onderzoek gedaan hebben, die zullen ook een deel van de presentatie op zich nemen. Dus we hebben een soort rolerend verhaal dat u steeds een ander gezicht ziet. Ik zal u eerst, dat moet u een wetenschapper vergeven, een klein beetje bezighouden met de methode en de bronnen die wij gehanteerd hebben om dit onderzoek te doen. En die we dus ook bij elk onderzoek naar andere gemeenten gehanteerd hebben, waardoor we ook in staat zijn om vergelijkingen te trekken. Sommigen van u kennen misschien rapporten over andere gemeenten en zullen constateren, voor een deel zijn die heel vergelijkbaar, soms zijn de rapporten heel anders ingestoken. We hebben ons met drie grote vragen bezig gehouden. De eerste vraag is de onteigening, het tweede het rechtsherstel. Daar zullen we nog even apart, werd al genoemd, aandacht besteden aan Huize Klimop. En de derde vraag is de vraag naar bejegening. Daar zit iets merkwaardigs in, want de twee eerste vragen zijn technisch gezien voor ons het makkelijkste te onderzoeken, onteigening en rechtsherstel. Zelfs als het, laat ik het maar zo zeggen, vormen van onrecht zijn, zijn het nog steeds heel juridisch ingestoken vraagstellingen, waar dus ook de archieven het juiste soort bronnen voor bieden. Eigenlijk kun je zeggen, de archieven zijn geschreven om dit soort vragen te beantwoorden. En de laatste vraag, voelt u al, is de moeilijkste vraag. Hoe bejegende de gemeente de Joodse burgers? Ik denk dat het in de gemeente Zaanstad was die ons als eerste vroeg die derde vraag van bejegening ook apart mee te nemen. Dat deden we al wel in de rapporten, maar bejegening is natuurlijk veel moeilijker uit die hele formele stukken te halen. Soms lukt dat toch, maar het is meer, zeg ik met een zekere beperking, bijvangst van wat je uit het onderzoek haalt. Want je kunt niet, dat zal ik dadelijk laten zien, niet alle bronnen in een redelijk te overziene tijd onderzoeken. Dus bejegening kan nooit een volledig verhaal zijn en wordt ook subjectiever dan het andere deel van het verhaal. Wetenschappelijk onderzoek betekent, en dat zult u in het rapport kunnen zien, dat we heel nauwkeurig uitleggen wat we wel gedaan hebben, welke vragen we gesteld hebben, welke vragen we ook, en dat zeggen we ook expliciet, welke vragen we niet stellen. Dus de eerste vraag die we in opdracht van de gemeente stellen is,
we proberen een overzicht te krijgen van het geroofde Joodse vastgoed. Dat proberen we aan de eerste plaats het Joodse vastgoed te bepalen wat doorverkocht is. Maar er is ook veel Joods vastgoed in beheer genomen, maar niet doorverkocht. Dus de vraag die dan opduikt is de gemeente opgetreden als koper van Joods vastgoed, terwijl de Nederlandse regering dat verboden had. De tweede vraag die we stellen, na de oorlog vond rechtsherstel plaats door nationale instanties. Hoe heeft de gemeente zich daarin opgesteld? En dat speelt dus vooral in het geval dat de gemeente zelf Joodse panden gekocht had of na de oorlog daarbij betrokken raakte. De vraag die veel ingewikkelder is, is de vraag, en de vraag die kent u waarschijnlijk uit het verhaal van Den Haag en Amsterdam, de eerste rapporten die geschreven werden, heeft de gemeente naheffingen en boetes voor erfpacht en voor gemeentebelasting geheven? Dat zal dadelijk toegelicht worden wat we daar wel en niet over kunnen zeggen. En de laatste vraag, de bejegening. Wat voor indruk, en dat is eigenlijk meer een indruk dan dat je dat heel hard kunt maken, wat voor indruk hebben wij over het handelen van de gemeente? Daar moeten we er altijd weer rekening mee houden dat het grootste deel van onze bronnen hele formele bronnen zijn. Dus er wordt vaak gezegd, de gemeente handelde heel formalistisch. Ik zeg liever onverschillig, want onverschilligheid van burgers en van ambtenaren kun je makkelijker vatten, terwijl formalistisch het soort documenten wat we gebruiken is vaak ook van zichzelf al formalistisch. Misschien nog een heel enkel woord over de begrippen die gehanteerd worden, want dat leidt nog wel eens tot verwarring. We spreken over geroofd Joods vastgoed. Dat geeft natuurlijk heel goed de emotionele en de morele waarde weer. Toch gebruiken we in de praktijk van het onderzoek liever de term onteigening, die ook een beetje de ingeburgerde term is geworden, maar die niet helemaal juist is. Want zoals ik al zei, Joods vastgoed werd in beheer genomen en werd eigenlijk formeel gesproken pas onteigend op het moment dat het doorverkocht werd. Dus er zijn ook panden die wel door de Duitsers, zou je kunnen zeggen, geroofd zijn, weggehaald zijn van de oorspronkelijke eigenaar, maar die niet verkocht zijn en daardoor ook nooit formeel teruggegeven zijn. Dus die terminologie is best ingewikkeld. Voor mij was dat persoonlijk een van de inzichten uit dit onderzoek, dat die term roof maar de helft van de lading dekt, omdat juist de hele juridische manier waarop die roof ingestoken werd, dat is wat uit het onderzoek naar voren komt. Dus roof klinkt met veel geweld. Het ging natuurlijk soms met geweld, maar vooral de juridische manier waarop het ingekaderd en verhuld werd eigenlijk. Dat is een van de dingen die mij opgevallen is. Dan ga ik het woord doorgeven, de microfoon omlaag zetten. Zager, denk ik, hè? Ja. Ja, dank u wel. Welkom. Is het goed? Ja. Ik zal even iets toelichten over de bronnen en de methode die wij tijdens ons onderzoek hebben gebruikt. En ik zal het kort houden, want dit is inderdaad niet het meest spannende misschien. Voor elke vraag die Wim zo net heeft toegelicht, hebben we een combinatie gebruikt van verschillende bronnen. Voor het vraagstuk over de onteigening hebben we de gedigitaliseerde verkoopsbuger van het Nationaal Archief als uitgangspunt genomen. En dat hebben we aangevuld met onderzoek vanuit het kadaster. Omdat bleek dat vanuit het kadaster nog regelmatig nieuwe informatie naar boven kwam die niet via de verkoopsbuger te vinden was. Over het handelen van de gemeente hebben we de notulen van de BMW en de gemeenteraad bekeken. Omdat daar in wordt besproken of dat er eventueel interesse is voor het kopen van een Joods pand. En tot slot hebben we de bronnen in de commissaris van de provincie bekeken. Omdat daarin eventuele goedkeuring of juist afwijzing van de koop van de gemeente naar voren komt.
Voor het rechtsherstelvraagstuk hebben we wederom gekeken naar het kadaster, omdat ook hier in het kadaster duidelijk naar voren komt of en wanneer er rechtsherstel heeft plaatsgevonden. Maar dat is natuurlijk niet alles wat we willen vertellen. En daarom is het achterliggende verhaal, daarvoor hebben we gekeken naar de NBI-dossiers in het Nationaal Archief, evenals de Raad voor het Rechtsherstel, waarin de achterliggende gang van zaken van het rechtsherstel naar voren komt en de betrokken partijen aan het woord komen. En tot slot natuurlijk is onderdeel van het rechtsherstelvraagstuk of dat de gemeente wel of geen naheffing heeft gedaan. En daarvoor zijn we naar de belastingcohieren gaan kijken. Wel moet hierbij worden verteld dat het vaak bleek dat in lijn met de archiefwet deze cohieren vernietigd waren. Dan voor de derde vraag, de bejegening, hebben we ook wederom gekeken naar de notulen van de raad en de notulen van burgemeesters en wethouders, omdat ook hier wederom de gang van zaken en de achterliggende gedachten bij bijvoorbeeld anti-Joodse maatregelen naar voren komen, als ook de afwikkeling van zaken na de bevrijding aan het licht komen. En de kranten zijn voor deze vraag ook belangrijk, omdat de publieke opinie die komt eigenlijk niet in die formalistische bronnen naar voren, maar kunnen we wel heel goed zien natuurlijk in de pers en hoe zij keken naar het handelen van de gemeente. En soms komt de burgemeester daar zelfs ook aan het woord. Dan natuurlijk specifiek gemeentelijke archieven. En voor Wassenaar betekent dat we hebben gekeken naar de specifieke adressen van de Joodse inwoners van Wassenaar. Je kunt meer denken aan bijvoorbeeld de bronnen over de invoering en uitvoering van anti-Joodse maatregelen die hier in de gemeente zijn gedaan. Bronnen over de NSB-burgemeester, waar we zo dadelijk ook nog even op terug zullen komen. En bijvoorbeeld kunt u ook denken aan naoorlogse herdenkingsinitiatieven vlak na de bevrijding en hoe de gemeente daar aandacht aan heeft besteed. Tot zover de bronnen en methoden. En dan geef ik nu het woord... Oh nee, sorry. Ik wil u dit niet ontzeggen. Dit is een stukje van de verkoopsbuger. Dat zit hier linksboven. Dat is dus de database die wij hebben gebruikt en die door het Nationaal Archief heel erg behapbaar en doorzoekbaar is gemaakt, waardoor dat voor ons onderzoekers een stuk makkelijker was. En onderin ziet u het NBI-dossier van de Wassenaarse Joodse inwoner Marinus van Loenen. De inwoner Marinus van Loenen. Zoals je kunt zien kan de omvang van zo'n dossier best wel toenemen en ook verschillen wel hebben gemerkt. Maar wat vooral naar voren komt bij zo'n dossier is dat het vaak ging om het beheren van het beheer voor zo'n NBI-dossier als echt het in kaart brengen en het documenteren van het rechtsherstelproces. Tot zover de bronnen. En dan komt nu mijn collega Charlotte. Ja, uit ons onderzoek zijn ook een aantal conclusies naar voren gekomen. En die ga ik nu met u doornemen en daar ook iets meer uitleg bij geven. Wij hebben voor de gemeente Wassenaar 39 Joodse panden aangetroffen. Er zijn 39 daarvan hebben wij vaststellen dat zij in beheer zijn genomen door de bezetter. En van die 39 in beheer genomen panden zijn er uiteindelijk 24 verkocht. We hebben daarnaast ook gekeken naar landbouwgronden. En voor landbouwgronden, ging net iets anders in zijn werk dan voor panden. Want die landbouwgronden die werden in 1941 verplicht geregistreerd. En dat was al voordat er een verordening kwam voor Joodse panden. Dus daarbij moesten de Joodse eigenaren zelf deze gronden ook aangeven. Dus er zijn uiteindelijk 13 van deze gronden geregistreerd. En daarvan zijn er uiteindelijk 5 gedwongen verkocht. Ook hebben we kunnen vaststellen dat de gemeente Wassenaar tijdens de oorlog geen Joodse panden heeft gekocht. Wel
is er een voorval geweest in 1944... waarbij de toenmalige NSB-burgemeester de Blok van Scheltenga in overleg met de commissaris van niet-commerciële verenigingen en stichtingen een overleg heeft gehad waarbij de Joodse begraafplaats zou worden geschonken aan de gemeente Wassenaar. Maar dit is niet doorgegaan, omdat de commissaris der provincie in vooroorlogs en niet naoorlogse tijden de commissaris van de koningin genoemd, tegenwoordig de commissaris van koning, niet akkoord is hiermee is gegaan, waardoor de Joodse begraafplaats uiteindelijk niet is geschonken aan de gemeente. Dan gaan we naar het rechtsherstel. Want er zijn dus uiteindelijk 24 panden verkocht. En voor 23 van deze panden heeft rechtsherstel plaatsgevonden. Met uitzondering van één pand waarvoor we geen rechtsherstel hebben kunnen vaststellen. Dat betekent niet dat het er niet is geweest. Maar we kunnen niet het een nog het ander aantonen. En dat gaat om het pand Rijksstraatweg 791. En dat was van Gabriel Levy. Er is wel rechtsherstel aangevraagd voor dit pand door zijn erfgenamen, maar in 1953 is om onbekende reden deze aanvraag ingetrokken. En als we dan kijken naar de landbouwgronden, waarvan er 5 zijn verkocht, dan heeft voor 3 van deze gronden rechtsherstel plaatsgevonden. Voor 2 hebben we dat niet kunnen vaststellen. En dat gaat om 2 weilanden van Maurits Franke, Helene Caroline Edersheim, Karel Jozef Edersheim en Selina Schrijver Hertzberger. En wat ook bijzonder is aan deze gronden is dat er ook nog een extra moeilijke factor in komt voor het onderzoek. Is omdat hier een grenswijziging heeft plaatsgevonden. Later ook nog in die begin jaren 60, waardoor we verder ook die grond ook nog weer opgedeeld is, wat het onderzoek lastig gemaakt. Maar over het algemeen vond rechtsherstel ook al eerder plaats. Dus het is heel goed mogelijk dat er of een onderhandse schikking heeft plaatsgevonden, of dat er uiteindelijk geen rechtsherstel is aangevraagd. Want het is wel zo dat een proces van rechtsherstel een heel lastig, moeilijk proces was. Een proces van de lange adem voor de Joodse nabestaanden die dit proces moesten aanvragen. Dus ook wij kunnen hier, wij hebben hier niet kunnen vaststellen dat het rechtsherstel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, maar het is dus wel mogelijk. Helene Caroline Edersheim had nog een derde weiland in haar bezit. En dit weiland is uiteindelijk wel verplicht geregistreerd, maar niet verkocht. En in 1948 heeft in goed overleg met de erfgenamen van haar een verkoop plaatsgevonden met de gemeente Wassenaar, waarbij dit weiland dus is gekocht door de gemeente. Voor de gemeente, we hebben ook dus ook onderzoek gedaan naar de naheffingen. En voor gemeente Wassenaar hebben wij daarvoor 1 pand naheffingen kunnen vaststellen. En dat gaat om Huizen Klimop. Huizen Klimop is wel aan de Raadhuislaan 4, is hier vlakbij. Dit pand is wel in beheer genomen, niet verkocht. En is gehuurd door de Weermacht tijdens de oorlog. En in het NBI-dossier zijn inderdaad naheffingen aangetroffen. Maar het is heel moeilijk om hier stelselmatig conclusies aan te verbinden of dit ook het geval was voor de meerdere panden in de gemeente Wassenaar. Of dat dit dus stelselmatig gebeurde. Omdat we te maken hadden met hele beperkte bronnen vanwege de archiefwet. Zoals ook al eerder werd gezegd, dat deze bronnen dus vaak al vernietigd zijn door de archiefwet. En dat is dan ook al echt jaren geleden gebeurd, waardoor we daar ook kunnen vaststellen dat het in één geval is gebeurd, maar geen structurele conclusies aan kunnen verbinden. En dan graag weer het woord geven aan Wim. Voordat ik iets zeg over Raadhuislaan 4, misschien toch nog één kort
wordt... het bleek een beetje uit het plaatje van dat hele dikke MBI-dossier. Want wat jullie nu presenteren klinkt alsof je dit in een half uur uit het archief haalt. Dat is zeker niet het geval. Dat is veel zoekwerk. Ik heb daar zelf een paar keer aan meegedaan in zo'n MBI-dossier. Je begint achterin, je probeert te reconstrueren wat er uit soms hele formele getypte documenten, maar soms ook kladplaatjes die je nauwelijks kunt ontcijferen, maar die soms wel net de sleutel bevatten die het definitieve feit opleveren. En ik moet ook zeggen, ik heb een aantal keren heb ik de onderzoeksters bijna uit het archief moeten halen, omdat zij de onderste steen boven wilden halen en je op een gegeven moment moest constateren, hier komen we niet verder. Dus er zit heel veel werk en ook heel, soms heel frustrerend werk achter, omdat je net het laatste bewijsje niet vindt. Huize Klimop, Raadhuisstraat, Raadhuislaan 4. Ik heb laatst nagerekend dat we in heel Nederland ongeveer voor 800 panden de eigendomsgeschiedenis hebben gereconstrueerd. En dus ook voor 800 eigenaren en families. Die blijven mij niet allemaal bij, maar er zijn er een paar waar dat wel voor geldt. En één daarvan is het verhaal van Raadhuislaan 4, omdat het zo'n tragisch verhaal is. Twee zussen die voor de oorlog hier een rusthuis beginnen, in de oorlog onderduiken op hun onderduikadres. Ik weet niet of ze verraden zijn, maar ze worden in elk geval opgepakt. En de ene zus pleegt op dat moment zelfmoord. Je moet je dat alleen al voorstellen. De een pleegt zelfmoord, de andere wordt gedeporteerd. En daar komt op een hele, ja, eigenlijk hele bizarre manier, vind ik, gaat rechtsgeschiedenis en emotionele persoonlijke geschiedenis in elkaar over. Er is aan de ene kant het levensverhaal en het einde van het levensverhaal van die twee zussen. En tegelijk begint daar ook een stuk rechtsgeschiedenis. Want wij probeerden te reconstrueren van wie kocht nu de gemeente en was dat correct, dat pand na de oorlog. En pas op een heel laat stadium hebben we eigenlijk, ja, wat je zou zeggen, bijna de smoking gun, het bewijs gevonden dat inderdaad de ene zus die, nou, zo ongeveer in de trein naar de deportatie zat, formeel rechtelijk op dat moment erfgenaam werd van de andere zus die zelfmoord had gepleegd. En dus eigenaar van het hele pand. En later zelf omgekomen, vermoord in het concentratiekamp. En dat dus daardoor, toen na de oorlog op een gegeven moment het Nederlands Beheersinstituut zei, het huis is in verval. Als ik maar uit mijn hoofd even, de waarde of de oorlogsschade was ongeveer de helft van de oorspronkelijke waarde van het pand. En dan kun je ongeveer voorstellen hoe groot de schade geweest moet zijn. Dus toen heeft het Nederlands Beheersinstituut gezegd, voordat het rechtsherstel aan de erfgenamen rond is, moeten wij nu tot verkoop overgaan of gaan wij nu tot verkoop over. En uit die verkoop is de gemeente als nieuwe eigenaar naar voren gekomen. Dat is uiteindelijk weer de formele kant van het verhaal. Maar inderdaad, die vervlechting van een heel emotioneel verhaal, een oorlogsverhaal met een juridisch verhaal, maakt denk ik dit pand heel bijzonder. En ik hoorde net van u dat de letters nog steeds op de zijkant staan en dat er struikelstenen liggen en dat er nog een plaquette aangebracht wordt. Dat lijkt me inderdaad, nou, binnen deze gemeente en binnen de herinnering van het Joodse erfgoed en het oorlogsverhaal, lijkt me dat een hele... het staat niet voor niets voor op ons rapport ook. Dit is zeg maar het symbool. Zoals we ook bij een aantal andere gemeenten een specifiek pand, een specifieke persoon hebben die eigenlijk symbool is komen te staan voor het grotere verhaal, wat voor een deel ook een heel, heel papieren verhaal is. Laatste stuk voor jou. Ja, tot slot. De bejegening. Hoe en heeft de gemeente Wassenaar opgetreden tijdens de bezetting? En Wim zei het net al, dat het vooral bijvangst was eigenlijk uit de formele bronnen die we hebben bekeken. En
In het rapport hebben we vooral onderscheid gemaakt tussen de burgemeester die er zat toen de bezetting begon, en dus de vooroorlogse burgemeester ook was, en de burgemeester die die burgemeester verving, de NSB-burgemeester. De burgemeester die er zat hier in Wassenaar is baron van Wijnbergen. En deze meneer die heeft tot 1942 zijn ambt kunnen uitvoeren. Hij heeft zijn handtekening gezet onder de eerste verordeningen die de Duitsers hier oplegden. Maar we kunnen daardoor niet concluderen dat hij ook daadwerkelijk het nationaal-socialistische gedachtegoed aanhing. We baseren dat eigenlijk op dat het feit dat hij na de bezetting in 1945 weer aantrad. En dat er dus eigenlijk ook geen verdere strafmaatregelen tegen hem zijn uitgevoerd. Zijn opvolger, Daniel de Blok van Scheltinga, dat is een meneer die wat meer op zijn kerfstok had. Hij is dus in 1942 hier aangetreden. En deze meneer die was toen hij aantrad al 10 jaar lid van de NSB. En hij was daar ook hoofd van de algemene zaken van de NSB. En dus ook een trouwe aanhanger van Mussert. Hoe hij hier als burgemeester heeft gehandeld, dat kan behoorlijk actief worden genoemd. Hij heeft actief bijgedragen aan het opstellen van lijsten van de Joodse inwoners van Wassenaar. Met als gevolg dat die dus ook zijn gedeporteerd. Hij heeft daarnaast ook lijsten opgesteld van de Wassenaarse mannen die vervolgens werden weggevoerd voor de arbeidseinsatz in Duitsland. En hij heeft ook bijgedragen aan de arrestatie van, ik vergeet zijn naam, Geesbert van Barneveld. En deze meneer die werkte als belastingambtenaar bij de gemeente en kon vanuit die rol ook een bijdrage leveren aan het verzet hier. Dat had meneer de Blok van Scheltinga door. En dus liet hij hem arresteren op het moment dat hij een Joodse onderduikster wilde vervoeren naar een andere plek. Met als gevolg dat die Joodse onderduikster is gedeporteerd naar Westerbork. En dat de heer van Barneveld in Neuengamme uiteindelijk is overleden door uitputting. En dan zult u denken misschien dat hij lang in de gevangenis heeft gezeten. Maar deze meneer die is in cassatie tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld en is uiteindelijk in 1953 vrijgekomen. Dus die duur viel best wel mee. Na de bevrijding kwam baron van Wijnbergen weer in zijn ambt. En zoals elke burgemeester dat doet, begint hij dat dan met een speech. En wat wij daar als onderzoekers uithalen is natuurlijk hoe zij terugblikken op wat er in hun gemeente is gebeurd. En wat ons opviel is dat Van Wijnbergen oog had voor de slachtoffers uit zijn gemeente, maar niet specifiek die van zijn Joodse inwoners. En dus ook niet specifiek aandacht had voor het bijzondere slachtofferschap van de Joden. En hiermee staat hij eigenlijk in lijn met wat wij vaker zien bij gemeenten die we hebben onderzocht. Dat burgemeesters daar toch weinig op terugkomen vlak na de bevrijding. Maar hij mocht dus wel weer verder met zijn ambt. En tot slot een laatste opmerking. Dat gaat over de synthese die de onderzoeksgroep Advies en Actualiteit van de Radboud Universiteit heeft afgerond. Want na 3 jaar aan onderzoeken is dat als een overkoepelend iets tot stand gekomen, waarin we eigenlijk de tendensen en de algemene patronen van al dat onderzoek uiteen hebben gezet. En waarin ook het onderzoek van de andere externe onderzoekers in Nederland aan bod komt. Mocht je nou interesse hebben in de synthese en ook in de rapporten van de andere onderzoekers, dan kunt u die vinden op de website van Advies en Actualiteit bij de Radboud. En dat was het vanuit onze kant. Bedankt voor uw aandacht. Nog niet helemaal. Sorry. Ik wil graag nog ten eerste de burgemeester bedanken voor het vertrouwen in ons gesteld om deze opdracht uit te voeren. En ook de klankbordgroep voor het kritische meelezen en het soms zeer kritisch bevragen van de conclusies en de formuleringen. Dat is niet altijd prettig als onderzoeker, maar het is altijd wel goed om
om zo bij elke gemeente, bij elk nieuw onderzoek weer scherp gehouden te worden en soms eerdere aannames op eerdere formuleringen te heroverwegen. En met deze woorden wil ik de burgemeester het eerste exemplaar overhandigen. Ja, professor Van Meurs, dank voor het rapport Joodse burgers in Wassenaar, onteigening en rechtsherstel. En als je net een presentatie krijgt over twee ambtsvoorgangers van je en hun rol, dan ben je daar altijd wat stil over als burgemeester. Maar ben ik aan de andere kant ook wel heel blij om vanavond duiding te geven over hoe vanuit het college van burgemeester en wethouders vandaag de dag hiertegen aangekeken wordt. In het rapport valt te lezen dat slechts enkele Joodse burgers terugkeerden. En dat begon allemaal, dat Wassenaar was een kleine Joodse gemeenschap. Met relatief veel vluchtelingen uit Duitsland die begin jaren 30 naar Nederland waren gekomen. In 1939 telde Wassenaar ongeveer 75 Duitse Joodse vluchtelingen. In Wassenaar werden ze veelal geholpen door de Joodse margarinefabrikant Samuel van den Berg en zijn zoon Sidney James. In Wassenaar was er geen synagoge. Joodse burgers gingen daarvoor naar Leiden of Den Haag. Al snel na het uitbreken van de oorlog volgden de eerste anti-Joodse maatregelen en moesten radio's en fietsen worden ingeleverd. Vanaf 1941 waren Joodse burgers niet langer welkom in het duinengebied. Toen de deportaties op gang kwamen, doken steeds meer Joodse burgers onder. In Wassenaar lieten sommigen zich opnemen in de Sint-Ursula-kliniek. Na hun behandeling keerden ze niet terug naar huis, maar doken ze met behulp van het verzet vaak onder. In 1941 begon de leider van de NSDAP in Wassenaar, Arnold Lampe, met het verzamelen van namen van de in Wassenaar wonende Joodse burgers en de informatie over hun huizenbezit. Zo bracht hij de familie Levy, die woonde aan de Rijksstraatweg 791, onder de aandacht van de bezetter. Met de dreiging van onzekerheid en deportaties in het vooruitzicht waren er meerdere Joodse burgers die zelfmoord pleegden. Zoals Eliezer van Esso en zijn vrouw uit Rotterdam. Zij zaten ondergedoken in Wassenaar, maar de druk werd hen te zwaar. Slechts enkele Joodse burgers keerden terug naar Wassenaar. In december 1947 werd er op het voorplein van de Israëlische begraafplaats bij het Persijnhof een monument onthuld ter nagedachtenis aan de 99 niet teruggekeerde Joodse inwoners. De afgelopen jaren zijn er tot nu toe 33 stolpersteinen geplaatst of gelegd voor de vroegere woonhuizen van de Joodse inwoners van Wassenaar. Het is goed dat we hier vanavond bij elkaar zijn en dat dit rapport er is. En het is ook mooi om te zien dat er ook diverse leden vanuit de gemeenteraad bij aanwezig zijn. Want ook deze opdracht, en dat is nog ondersteund met een amendement, heeft de gemeenteraad ook zich heel nadrukkelijk verbonden aan dat we dit nou eens goed onderzocht moesten hebben. En dat ook met de begeleiding van een deskundige klankbordgroep. En dankzij het rapport hebben we een beter en feitelijk beeld van deze donkere periode in onze recente Wassenaars geschiedenis. In veel gevallen heeft indertijd rechtsherstel plaatsgevonden, dat heeft u eerder vanavond gehoord. Maar het gebrek aan empathie en medemenselijkheid vanuit de gemeente voor diegenen die de Holocaust overleefden, is bijzonder pijnlijk om dat te lezen in het rapport, dat het daar ontbrak. En onze reactie vandaag de dag zou ook een andere zijn.
Ik ben dan ook van mening dat je de geschiedenis recht in het gezicht moet aankijken. Het is daarom uit moreel en historisch besef dat ik namens het college van burgemeester en wethouders excuses aanbied voor de harteloze en kille handelen van de gemeente Wassenaar tijdens, maar ook in de jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het college is van mening dat de tragische gebeurtenis tijdens en na de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten mogen worden en onze blijvende aandacht verdienen nu en in de toekomst. Dit rapport helpt bij het levend houden van de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en het creëren van bewustwording dat we nooit weer diezelfde gebeurtenis als toen willen meemaken. Met herdenken van slachtoffers doen we dat door verschillende activiteiten te organiseren, zoals de jaarlijkse Holocaustherdenking, maar ook het leggen van de stolpersteinen. En dat gaat door. Verder is de gemeente nauw betrokken bij verschillende herdenkingen, zoals op de Waalsdorpervlakte en de herdenking van de Franse commando's aan de Wassenaarse Slag. De gemeente organiseert ook verschillende activiteiten rond 4 en 5 mei. En daarnaast is er ook geholpen bij de totstandkoming, wat ook gelukkig door heel veel maatschappelijk initiatief tot stand is gekomen, namelijk het ereboek van de Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, ook wel het namenboek, met daarin alle namen van een ons tot nu toe bekende Wassenaarse oorlogsslachtoffers. En dat is een dik boek. Maar dan de nieuwe generatie. De tientallen vergelijkbare onderzoeksprojecten, en die staan hiernaast geprojecteerd op dit moment, hebben de onderzoekers ook gebracht en zien dat ook als een kans om te kijken of er een digitaal of een rondtrekkende expositie kan worden ingericht. Zo'n expositie, waar al dat onderzoeksmateriaal dan ook naar voren komt, van al die gemeentelijke projecten bij elkaar te brengen. En het college van Wassenaar zou er ook graag een bijdrage aan willen leveren om dat ook tot stand te brengen. En het is van belang om ook de nieuwe generatie Wassenaarse jongeren te betrekken bij het herdenken van deze impactvolle verhalen. En daarom kan worden gedacht aan het ontwikkelen van een lesprogramma voor Wassenaarse jongeren, zodat op de scholen, op het voortgezet onderwijs, ook verhalen vanuit dit onderzoek verder verteld kunnen worden. Het lijkt ons dan ook een goed idee dat vanuit dit onderzoek er een lesprogramma gemaakt wordt, zodat onze jongeren ook meegenomen worden in de verhalen zoals die naar voren zijn gekomen. En gelukkig ook de vele andere verhalen, als bijvoorbeeld ook uit de stolpersteinen leggingen. Vanuit het college van burgemeester en wethouders wil ik graag het onderzoeksteam hartelijk danken voor het noeste werk wat er is gedaan. Er was ook nog een mooie toelichting over wat het nou eigenlijk betekent om echt archiefwerk te doen. Nou, er zijn meerdere in de zaal hier aanwezig die dat heel goed weten. En het is ontzettend belangrijk dat dat ook goed wordt gedaan. Dus professor Van Meurs, Charlotte Dommerholt en Xia van Beuningen, hartelijk dank voor jullie werk en ook aan die anderen die daar een bijdrage aan hebben geleverd. En ik wil ook bijzonder de leden van de klankbordgroep danken. Carla de Glopper, onze oud gemeentearchivaris, maar gelukkig ben jij in Noordweg ook weer ingesprongen om de klankbord te ondersteunen. En hoe fijn is dat? De heer Ronnie Naftaniel, wat fijn dat u ook deze klankbordgroep heeft versterkt. Dan de heer Kees Nijsing. Ik weet nog heel goed dat wij jaren geleden al vanuit uw onderzoek over de verkoopsbücher alvast een eerste contouren kregen. En nou ja, dat heeft grote impact gehad op het onderzoek wat er vandaag ligt. De heer Tom Bijsbergen. Ja, ook een trouwe partner in het zorgen dat dit, de verhalen en dit gedachtegoed in Wassenaar beschreven wordt en blijvend verteld worden.
heel fijn dat jullie vieren. En de onderzoeker zei het al, op een kritische wijze dit proces hebben gevolgd. En dat is maar goed ook. En dat heeft geleid tot dit rapport wat vanavond gepubliceerd kan worden. En voordat ik kom tot mijn afronding, vind ik het ook bijzonder plezierig dat we dit hebben kunnen delen met een aantal nabestaanden, waarin we nauw contact hebben gehad zo in de loop der jaren. En ik denk dat dat een van toegevoegde waarde is om dat ook zo met elkaar te doorleven. Dames en heren, en dat is ook een verwijzing naar de actualiteit. Zeker nu, in een tijd van spanningen en groeiend antisemitisme, staan we stil bij de donkerste jaren uit onze geschiedenis. In Wassenaar laten we ons niet stoppen. Blijven we herdenken. Vertellen we de verhalen door en houden we de namen van onze Joodse dorpsgenoten levend, zodat we het niet zullen vergeten.